Welkom bij het ADO-journaal. We gaan vandaag een leuk actueel blokje neerzetten. We hebben een aantal jongens gevolgd. Tommy van der Leegte en Roy Stroeven. Daar gaan we uiteraard ook mee praten. Want dat gaan we veel mooi voor jullie neerzetten. De bal gaat weer ergens in de regio neervallen. We hebben misschien een heel leuk primeurtje voor jullie. En misschien zeg ik bij het nadruk, want we zijn hier op maandagmorgen. En hoor eens van Henry. Ik hoor house, ik hoor lekker muziek. We hebben gewonnen gisteren in Waalwijk. En het is gelijk ook feest op de training en in de kleedkamers. Tommy, ben je weer terug? Ja, ik had eigenlijk niet op een half gerekend, omdat ik niet in staat was om hele te voetballen, omdat ik ziek ben geweest. En als trainer dan naar je toe komt in de rust, zegt van, kan je een half spelen? Ik zeg, nou, ik hoop het, ik doe mijn best. En als dat dan zo eindigt, dan ben je er wel blij mee, ja. Er kwam ook gelijk meer voetbal in de ploeg. Het was wel een matte wedstrijd voor jou niet? Ja, eerst was het makkelijk al van de kant af te zien en dan zie je echt wat er misgaat natuurlijk. Kregen we een 3-4 goede kansen denk ik RKC en ze scoorden maar 1. Dus daar heb je echt geluk bij en dan scoor je eigenlijk toch 1-1. Dat is toch wel niet verdiend, maar goed, dat is toch altijd meegenomen als je scoort. Dus ja, tweede helft vond ik, dan kom je erin en dan probeert hij toch iets felheid terug te brengen. En ik denk wel dat wij de beste kansen in de tweede helft hebben gehad en dat we heel weinig weggegeven hebben. Nou, trainer, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik zag een hele mooie glimlach naar de wedstrijd. Ja, dat is natuurlijk. Je eerste wedstrijden wil je in ieder geval zo snel mogelijk van je nul punten af. En daar waren we vorige week al heel dichtbij, want toen hadden we al meer dan een. Minimaal een punt verdiend. En vandaag moet ik zeggen dat op basis van de tweede helft dat we het ook naar ons toegetrokken hebben. Maar dat zag er in de eerste helft niet uit. Nou, dat is heel bevrijdend toch? Maar het was wel een beetje mat voor niet? Nee.
De eerste helft zei je toch? Ja, het oogt mat, omdat RKC wil dat, dat de tegenstander fel op de aanval gaat om zodoende zelf te kunnen counteren. En daar moet je gedoseerd mee omgaan. Dus dat betekent dat je een mix moet vinden tussen naar voren toe spelen, druk zetten, zelf je aanvallen plaatsen, maar ook je controle houden over de wedstrijd. Nou, daar waren we de eerste helft absoluut niet toe in staat. Omdat onze vleugelverdedigers werden weggetrokken en moesten de centrumverdedigers moesten achter de spitsen aan. Dat betekent dus dat Ferry Bodde op dat moment vrije man had moeten spelen. Nou, die bleef het middenveld hangen. Nou, daardoor ontstonden wat hachelijke situaties. En we komen dan toch nog op 1-1, maar het had de eerste helft ook een hogere uitslag voor RKC kunnen zijn. In de rust orde op zaken gesteld, Tommy gebracht. En je zag dat we de tweede helft gewoon goed controleerden. En weer twee hele goede kansen eerst laten liggen. Alvorens we de 2-1 binnenschieten. En de derde goal hoef ik ook niet over te praten, want die was wonderschoon. En geniet ervan. En we gaan de week goed beginnen. Zo is dat. De sfeer is dus goed in het Zuiderpark. Zeker na de overwinning op RKC Waalwijk. En de ploeg wordt ook steeds sterker. Want ook Daniel Rijard heeft er een concurrent bij. Gefeliciteerd, lekker gespeeld tegen RKC. Dat is weer lekker op gang, veel aanvallende acties. Nu hebben ze een nieuwe back gehaald, hè, een Australiër erbij voor de concurrentie. Laat maar komen. Ja, is goed voor de ploeg. De ploeg is in de breedte in ieder geval beter op geworden. Is een, wat ik heb gezien van die jongen, goede voetballer. En ja, kunnen we goed gebruiken. Maar daar maak je je niet druk om? Nee, ik bedoel, wie het beste in vorm is, moet gewoon spelen. En dat is gewoon topsport. En ja, nu speel ik gewoon. En ik moet gewoon zorgen dat ik mijn plekje vast zie te houden. Dus gewoon de voorgaande trainingen, zoals altijd. In de wedstrijden vol vooraan. Dan ben je er niet bang voor. Niet bang voor? Nee, ik weet niet hoe die jongen zich ontwikkelt. Maar ik bedoel, ik ga... Ook al had hij niet gekomen, had ik ook vol elke training gaan, elke wedstrijd. Maar nu, ja, met concurrentie moet je toch wel ja, oppassen dat je je plekje niet verspilt. Dus moet je extra gemotiveerd trainen en spelen. Dus eigenlijk is het alleen maar lekker voor jezelf? Ja, dat is een pluspunt voor mezelf en ja, voor het team ook. Want het team is er ook bij gebaat als, als iedereen scherp traint en speelt. In dat kader is het ook lekker dat die moordenaar erbij komt, die Grujic. Ja, ja, tuurlijk. Het is toch een prikkel. Ja, ik denk dat die jongen toch wat toe kan voegen aan het elftal en ze halen me beter. Dus wat jou betreft, fit goed en ga lekker de strijd aan gaan en je ziet wel. Ja, zeker. Je hebt al een paar overleefd hier natuurlijk. Ja, ja zeker. Maar ja, dat komt ook gewoon omdat ja, vorig jaar met de trainerswissel. Ja, en de ene trainer zag het meer in mij zitten, denk ik. En de andere trainer wat meer in Koffie. Dus dat had ermee te maken. Maar ik denk dat nu gewoon met deze trainer gewoon, ja, wie het best in vorm is, speelt. Word je soms niet gek van de media dat ze je altijd maar weer afzeiken als het zwakke punt, zeg maar? Collega's van mij, zeg maar. Ja, ik word er niet echt gek van hun. Maar, want ja, ik sta er toch elke wedstrijd weer in. En ze mogen, natuurlijk, ze mogen alles zeggen over mij. Maar ik weet zelf wanneer ik goed heb gespeeld en wanneer het minder is gegaan. En je weet waar je goed in bent en waar je niet goed in bent. Ja. En als de trainer daar dan ook vanuit gaat, dan weet hij wat je kwaliteiten zijn, toch? Ja, inderdaad. Heb je één ding geregeld? Hoeveel kilometers jij werkelijk in de wedstrijd loopt? Ik loop er veel, ja, dat weet ik. Ik neem dat het misschien wel een marathon is, of een halve marathon. Ja, maar het is belangrijk om, om ook mee te gaan verdedigen. En ja, als het een aanval is, dan wil ik erbij zijn natuurlijk. Ja, nou ben jij een hele technische, fijne voetballer. Je grote voordeel is, vind ik persoonlijk, dat je inderdaad ook die meters maakt en dus ook mee verdedigt. En dus ook je eigen dienst had van het elftal. Maar is het nou niet zo dat als je zoveel kilometers maakt en zoveel loopt en mee verdedigt en met een goede wedstrijdinstelling speelt, zeg maar, eigenlijk is het een compliment.
dat je dan soms tekort komt aanvallend? Ja, de laatste drie wedstrijden wel, maar normaal heb ik daar weinig moeite mee. Alleen, natuurlijk, op sommige momenten moet je gewoon kiezen wanneer je wel en wanneer je niet moet gaan. Je kunt niet constant meegaan. Alleen, je zult wel constant mee moeten verdedigen natuurlijk. Ja. Verder jaar heb je het goed gedaan. Mijn idee is dat je er dit jaar nog iets meer in gaat leggen. Het is mogelijk, tuurlijk. Ik krijg altijd mijn kansje in de wedstrijden. De laatste drie wedstrijden is het er nog niet helemaal. Dus er zal nog een schepje op moeten. Want... We zijn eigenlijk nog maar net bezig, toch? Ja, dat pas is drie wedstrijdjes. Ja, natuurlijk, dat is zo. Maar je wil je altijd laten zien. En het is nu ook belangrijk. Nu moet je ook de punten pakken. Daarom ben ik ook heel blij dat wij nu drie punten tegen RKC hebben. Ja. Want nou, je zegt zelf, we zijn al een paar wedstrijden. De eerste drie wedstrijden van het seizoen. De automatismen lopen misschien nog niet helemaal zoals het moet zijn. De ploeg is nog niet helemaal ingespeeld. Misschien dat kan. Ja, toch? Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Misschien is dat wel de reden waarom je niet kan excelleren en waarom je niet wat extra's kan brengen voorin, zeg maar. Ja, natuurlijk. Je mist sommige automatismen. Maar de grootste gedeelte van de groep ken je wel. Dus dat zit er nog wel in. Ja, je moet, soms moet je... toch meer kracht om aan te sluiten en je bent toch nog een beetje zoekende waar je moet gaan lopen. En ja, ik heb ook mijn kansjes gehad, alleen op sommige momenten krijg je de bal niet of zien ze het niet. En ja, dat is nu nog even bezig. Ja. Krijg je volgens mij onvoorwaardelijk vertrouwen van de trainer. En dat is niet alleen omdat je een goede voetballer bent en scorend vermogen hebt, maar vooral ook weer door die enorme werklust, denk ik, of niet? Ja, je bent toch een zekerheid voor een trainer? Je verzaakt nooit? Nee, ik zal nooit verzaken. Nee, dat is het laatste wat ik ga doen. Ik probeer altijd hard op training zoals in het veld. Ik zal altijd mijn taken doen. Ik zal altijd 100% geven. Dus ben je een zekerheidje? Nou ja, ik ben blij dat ik heel veel vertrouwen van de trainer krijg. En dat zal ik nooit beschamen. Ik zal altijd voorop in de strijd gaan. Ja. De eerste wedstrijd was moeilijk. Den Bosch uit speelde echt gewoon slecht, vind ik. En ik denk dat je het met mij eens bent. Daarna tegen NEC thuis hebben we enorm veel pech. Want spelen we ook een goede wedstrijd. Spelen we echt een goede wedstrijd ook. Gisteren in Waalwijk was het een soort schaakspel. Waar we gelukkig langs de eind trokken hebben gewonnen. Hoe lekker was die overwinning gisteren? Hoe hebben jullie het gevierd? Ja, heel lekker. Zeker na die wedstrijd tegen NEC. Ja, dan zit je toch met een raar gevoel van... ja, we hadden toch punten of punt moeten pakken. En dan sta je nog op nul. En dat is het vervelende. En van die nul zijn we nu af. En dan word je toch met een ander gevoel wakker vanmorgen. Ja, en hoe was het in de bus? Uitgelaten? Ja, natuurlijk. Het is allemaal wat meer wat vrolijker. Zeker als tegen Den Bosch. Want het was gewoon een wedstrijd waar iedereen... Ja, leek een loomheid over de ploeg uit te stralen. En dat is nu niet zo. Ja. Ik zag ook een soort... Ja, die bevrijding was natuurlijk heel mooi. Maar je zag ook mensen ontdooien. Hè? Ik zag Adelaar, die normaal toch altijd vrij strak is, discipline. En, die zag ik ineens glimlachen, die liep vrolijk rond. Ja, maar dat kan toch ook? Als ja, dat is mooi ook, toch? Ja, dan moet je ook van genieten dat je nou drie punten hebt gehad. En leer je dan op zulke momenten elkaar ook beter kennen gelijk? Van andere kanten in ieder geval? Ja, je zult altijd momenten hebben dat je elkaar beter leert kennen. En dit was natuurlijk één moment. Deel 2 in de cursus, falen worden. Ferry Bolle, daar is hij weer. Gelukkig. Verleden week hebben we uitgevonden samen eigenlijk hoe je de luier moet verschonen. Want ik ben natuurlijk ook geen vader, dus ik heb het wel eens voor iemand gedaan. Maar dat is een heel lang verhaal. Wil ik liever niet meer aan herinnerd worden. Oké, we hebben hier een fles. Het is weliswaar geen babyfles. Maar hoe ga je je kind dadelijk de fles geven? Nou, ik hoop dat het goed gaat lukken. Want kijk, ik neem aan dat ik het wel kan, maar met zo'n fles dan lukt het meestal niet zo goed, hè? Maar ja, ik denk dat ik dan... Je neemt het hoofd? Leg me je arm. Ja. Leg me je arm. En dan leg ik... Kijk, je hebt dan drie streepjes. Hè? Je hebt één streepje, je hebt een twee streepjes. En je hebt een drie streepjes. Nou, dan beginnen we met één streepje. Want je mag nog niet zoveel tegelijkertijd krijgen. Want het is nog een klein mondje natuurlijk. En dan langzamerhand gaan we naar de tweede streepjes. En dan uiteindelijk kom je op drie streepjes.
En dan... De juiste hoeveelheid. Dan weet ik het even niet meer. Dan denk ik dat ik goed zit. Volgens mij heb je stiekem een, je hebt gevraagd aan iemand of je hebt de boekjes gelezen of zo. Want je bent zo goed voorbereid. Ja, natuurlijk. Kijk, je moet een beetje voorbereiden natuurlijk. Hè, want als het dadelijk is, dan moet je toch een beetje weten hoe je je kind moet eten geven, toch? Ja. Nou, hartstikke goed. Ja? Vind ik goed. Hoe heet het boek? Wat voor boek heb je ervoor gelezen? Kijk eens op internet trouwens. Ja, ja, op internet. Ja. Dan je bent alles aan het uitzoeken een beetje, dat je er eigenlijk helemaal klaar voor bent. Ja, tuurlijk. Kijk, je volgt de stapjes natuurlijk, weet je, wat je moet doen. En je hoort natuurlijk van mensen om je heen wat je moet doen. En je hebt het al, natuurlijk al gezien. Ik heb bij mijn zus gezien met die kleine van haar. Nee, het is gewoon gelukt. Ver. Ik heb er alle vertrouwen dat het goed gaat komen. Okay. De luier en de fles zit goed. Ik ga wat bedenken voor volgende week, want dan doe je eindexamen. Oké, okay, nee, is goed. Ben ik klaar voor. Het gras is altijd groener aan de overkant. Gelukkig besloot Spirek Rujic niet voor de overkant te kiezen en komt hij voetballen in het Zuiderpark. Wij zijn blij. Je komt bij ADO voetballen. Dankjewel. Ik ben ook blij dat ik ben bij ADO getekend. Het ADO had al eerder geprobeerd je naar ons toe te halen. Toen lukte dat nog niet. Waarom heeft het zo lang geduurd? Omdat ik heb nog een paar belastingen van de buitenland. En dan heb ik gewacht tot donderdag. En ik heb gekregen donderdag te horen van die andere clubs dat moet ik nog een paar dagen wachten en ik heb beslissingen meenemen om naar ADO te gaan. Niet meer te wachten. Je hebt samengespeeld met Sjaak Palak en met Tommy van der Leegd ook. Leuk om die jongens weer te zien? Ja, natuurlijk. Het is altijd leuk met Sjaakje en met Ricky Platvoet ook. En met Tommy om te spelen. Heel veel succes. We hebben er een scheermes bij, hè? Ja, dankjewel. Belangrijk. Oh, ja. Dankjewel. I was just a little girl, skinny legs and press and curl. My mother always thought I'd be a star. Way before the record deal, streets that nurtured Lauryn Hill. Made sure that I'd. Hey, Pete. Ja, hallo. Ja. Supporter van ADO. Je weet, de bal gaat in de ronde, onderweg naar het nieuwe stadion. Ja. Zo komen we allemaal mensen tegen die een naam op die bal zetten. En die een leuke anekdote vertellen over wat ze in het Zuiderpark hebben meegemaakt. Wat is voor jou het hoogtepunt wat je ooit hebt meegemaakt in het Zuiderpark? Nou, er zijn er vele geweest. En als ik één zou moeten kiezen, dan neem ik toch een moment van Aad Manschot tegen West Ham. Dat hij 3 keer scoorde en ik was toch wel favoriet van Aad. Dus dat komt er ook nog bij. Dat vond ik prachtig. Als verdediger zijn er. Als verdedigers als laatste man zijn, ik geloof dat het naar mij weten nooit voorgekomen is dat de laatste man 3 keer scoorde in een Europese wedstrijd. Maar dat vond ik fantastisch. Deze bal gaat naar het nieuwe stadion. Ben je er blij mee dat er een nieuw stadion gaat komen? Ik ben heel erg blij mee. Het is, wanneer gaan ze beginnen eigenlijk? Want dat... Deze bal gaat in februari eindigen op de bouwlocatie. Dan gaat de eerste palengrond in. In februari, dus het voorjaar gaan ze beginnen. Dat is mooi. Nou, ik ga jou het voorjaar, februari, man, dat is hartje winter. Ja, winter. De echte winter zijn die niet meer. Je hebt dat die waren vroeger. Maar dus, als we gaan beginnen, weet je wat? Ik rijd er vaak langs en dan denk ik bij mij, wanneer gaan ze ooit een keer beginnen? Nou, je mag een klein plekje uitkiezen, een vakje, om je naam op te zetten. Je begrijpt zeker wel dat er gewoon de supporters met een blauwe stift gaan en niet met zwart, hè? Nee, uiteraard. Het verschil moet er zijn, hè? Helemaal goed, dankjewel. Ik krijg de bal weer terug. De bal terug. Dopje van de stift. Dopje van de stift. En mag ik dan mijn stift ook terug? Alsjeblieft. Bedankt. Perasic. Van Leeuwen. Voorzet linkervoet richting Zwanenburg. Kila. Aad Mansveld is ook in het centrum. Daar is Schoenmaker die kopt. Zwanenburg moet schieten. Mansveld moet schieten. Hij scoort! Bal wordt opnieuw weggehaald. En daar komt dan Mansveld met de linkervoet keihard in de hoek. Mansveld. Mansveld weer een dieptepaas. Slecht onderschept. En dan Hens. En een penalty. Hens van McGiven. En een penalty. Kijkt u naar de verhaling. Hij raakt de bal met de hand, inderdaad. Mansveld op Mervyn Day, daar is de aanloop, het schot en de goal!
2-0, het tweede doelpunt van Mansveld. Kijkt u naar de herhaling, beweging naar rechts en dan in de andere hoek. Dieptepaas van Vliet. Van Vliet kan zelf doorgaan. Simon van Vliet in kansrijke positie. Wordt getackled. Een penalty of een vrije schop op de rand. Wat is het? Het is een penalty. Dit is geen scheidsrechter die een compromis sluit. Kijkt u naar de herhaling. Mansveld een uitstekende kans om Den Haag op 3-0 te brengen. Kan hij de spanning velen? Daar is een aanloop. Daar is een schot. En scoort! Hij heeft zijn zenuw in bedwang, ook in de Europa Cup kwartfinale. Hij scoort en zet Den Haag op 3-0, 5 minuten voor rust. En nu begrijpt Westen er niks meer van, zodat Schoenmaker kan doorbreken en het paasje geven aan Van Leeuwen. Krijgt nog een kans en scoort, 4-0. Het is te gek, het is te gek. Schoenmaker, terwijl Westen helemaal niet kijkt. United speler, nadat hij Henk van Leeuwen vergeefs had zijn kracht te bereiken. En toen kon hij zelf scoren.